Wereldwijd wordt vandaag de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap herdacht. Dit jaar is het 6e keer dat er aandacht wordt besteed aan de kritieke rol die vrouwen en meisjes spelen in de wetenschap en de technologie. Shanti Venetiaan, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, zegt in alle eerlijkheid dat de universiteit nooit echt aandacht heeft besteed aan deze dag in de afgelopen 6 jaar. Daar zijn er verschillende redenen voor. Het leeft niet, maar we kunnen er wel in de toekomst aandacht aan gaan besteden. Het kan misschien ook komen omdat in Suriname dat meisjes niet kiezen voor STEM, dat het eigenlijk niet meer speelt. Dus zeker niet voor wat betreft studenten. Als je de cijfers bekijkt, dan is op dit moment, dus als je dus de technologische studierichtingen neemt, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie, dan is 55% van de studenten vrouw. Dus dan zijn ze eigenlijk dan al in de meerderheid zelfs. Of je kan zeggen een beetje 50-50. Dus het speelt op dat niveau niet. Wel hoger nog steeds. Is het wel zo dat het grootste deel van de docenten toch wel man is. Veelal. Maar zeker bij 2 studierichtingen heb je nog wel dat er echt veel meer mannen zijn. En dat is bij elektrotechniek en bij werktuigbouwkunde. Venetiaan zegt verder dat de kansen voor vrouwen en meisjes gelijk zijn op het niveau van toegang tot studeren. Verder kijkend naar de afstudeerpercentages verandert dit gegeven en blijken vrouwen serieuzer en sneller te zijn in het afronden dan de mannen. Bij het uitoefenen van de beroepen moet er nog veel veranderen, meent Venetiaan. Maar waarschijnlijk bij de beroepen die de mensen gaan uitoefenen die zo'n science studie hebben gedaan, daar is er nog veel te doen. Dus als ze gaan werken ergens bij een groot bedrijf, als Staatsolie of de goudbedrijven of IBS, noem maar op. Ik denk dat daar nog veel werk is om, om gelijkheid te krijgen. Nou, deze studierichtingen zijn nou net goede studierichtingen om werk te vinden. Omdat bij de meeste er gebrek is aan expertise in Suriname. Dus als je dan die basis hier doet, die bacheloropleiding, in sommige gevallen zelfs een master, dan ben je bijna voor 100% aan de bak. Dus ik wil aan de meisjes zeggen, doe je best. Je zal dus in de B-richting moeten belanden om er te komen. Dus wiskunde, natuurkunde. Ben niet bang voor die vakken, het zijn gewone vakken. Ze vragen misschien een beetje andere approach dan een geschiedenis of zo. Maar ook voor geschiedenis moet je hard werken. Alles gaat met werk. Dus gedisciplineerd bezig zijn en gewoon die stap durven zetten. Shanti Venetiaan, voorzitter van het universiteitsbestuur van ADEC. Wij spraken haar vanmiddag in het kader van de 6e Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap vandaag.